Wel een beetje helpen, hoor. Ik ga je helpen, zeker. Voordat deze meneer dadelijk zijn geld kwijt is. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, weer een nieuwe dag vandaag. En normaal doe ik altijd mijn bankzaken heel relaxed op de bank, op zondag. Maar vandaag, voor de serieus, ben ik bankadviseur bij de bank. Ik schaam me wel echt dood, want ik ben heel slecht in pinpassen. Die raak ik ongeveer 1 keer per maand kwijt. Dus de meeste banken zijn niet heel blij met mij. En ben jij eens mee of niet? Dat klopt. Hi, ik ben Lonneke. Hi Lonneke. Goedemorgen. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, bent een beetje laat. Zullen we er gelijk naar boven gaan? Ja, is goed. Ja? Je hebt wel een heel gaaf kantoor hier, hè? Ja, gaaf, hè? Ja, het is het eerste ING-huis dat er zo uitziet. Als een concept store. Laten we gaan beginnen met de dagstart. Yes. Collega's, dit is Lonneke. Lonneke gaat vandaag een dagje met ons meekijken. Om te kijken wat er nou gebeurt bij de bank. Ik heb voor jou een colbertje vandaag. Dank je wel. Dan hoor je er helemaal bij. Zullen we naar beneden gaan? Ja. Gaan we starten met de dag. Yes. Hier vangen we de mensen op. Hierachter doen we de korte servicehandelingen. Hier is de koffiebar. Hier vinden de adviesgesprekken plaats. Ik ga je meenemen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ze kunnen heel verschillend zijn, maar let goed op, want aan het einde van de dag wil ik dat je zelf een rekening gaat openen voor een nieuwe voor klant. Voor een echte klant? Ja, voor een echte klant. Oké. Okay. Als er een klant binnenkomt, dan gaan we die zo helpen. Ja, dan verwelkom ik die net zoals jij, zeg maar. Kijk, daar hebben we er een. Hi. Hallo, welkom bij de ING. Ik ben Lonneke. Hoi, goedemorgen. Waar kan ik u mee helpen? Ja, ik wil graag even wat geld storten. Ik wil wel een beetje helpen, hoor. Ik ga je helpen, zeker. Voordat deze meneer dadelijk zijn geld kwijt is. Nee, dat gaan we niet doen. We hopen dat hij het doet. Oké, nou een hele fijne dag. Dankjewel. Fijne dag. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Ik denk dat heel veel mensen ook zullen denken, oh, bij de bank werken is een beetje saai. Je ervaart het helemaal niet zo. Je komt met zoveel verschillende mensen in contact. Heel veel afwisselende werkzaamheden, leuke collega's. Steeds meer wordt natuurlijk online gedaan. En ben je niet bang dat je beroep uitsterft? Ik snap je vraag. Wordt ook steeds meer online gedaan. Maar ik denk dat mensen voor hun financiële zaken nog steeds wel graag persoonlijk in gesprek willen zijn met iemand. Want wat moet je nou precies kunnen om hier te werken? Adviseur bij de bank moet je gastvrij zijn, HBO-niveau hebben, commercieel zijn en proactief. Nogmaals welkom. Fijn dat u voor ons gekozen heeft. Meneer komt hier om een particuliere rekening te openen. Dus ik zal u wat vragen gaan stellen om ook zo uw financiële situatie beter in kaart te brengen. Ja. Hoe ziet uw gezinssituatie eruit? Nou, ik woon samen. Mag ik u vragen naar uw werksituatie? Ja, ik werk al 5 jaar als adviseur bij het ziekenhuis. U gaf aan dat u ook graag een spaarrekening wil openen bij de betaalrekening. Heeft u daar een bepaald doel mee? Ik heb het je laten zien. Ik kijk nu met je mee. Okay. Dit is het pakket. Ja. En dan wil ik een levenswijze bij. Ja, ja, ja. Rijbewijs ook goed. Wil jij deze controleren? Ja, ga ik doen. Check. Dan mag u hier nog eventjes tekenen. Ja. Nou, dit hele pakketje is voor u. Nou, super fijn. Ja. Moet je, feliciteer je mensen met de nieuwe bankrekening. Dat kan. Ja, dat is mogelijk. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hier heb ik een voorbeeld van hoe de app werkt. Ziet u hier uw lopende rekening. Ja. Doei. Nou Lonneke, ik vond het een superleuke dag vandaag. Wat vond jij ervan? Ja, dat geldt ook voor mij. Maar ik wil wel mijn jasje terug. Oh ja. Oké. Okay. Doei.